Kinderen die op school lekker mochten ontbijten en voorgelezen werden. Het gebeurde vandaag door heel Nederland in het kader van Nationaal Voorleesontbijt. Zo ook bij OBS De Meent in Schildwolde, met wel heel bijzonder bezoek. Er komt iemand voorlezen en dat is dit jaar de burgemeester van Midden-Groningen. Die komt voorlezen in groep 1, 2 en groep 3, 4 en 5. En daarbij gaan we ook lekker bolletjes eten. En wat vonden de kinderen hiervan dat ze hoofdbezoek kregen? Nou, dat vinden ze echt heel erg leuk en heel erg spannend. En los van de burgemeester vinden ze het ook heel leuk dat er voorgelezen wordt. Want is lezen nog wel populair onder kinderen? Ja, eigenlijk wel. Ja, wordt bij ons op school veel gelezen. Wij lezen elke ochtend lezen we door de hele school een half uur. En de meeste kinderen lezen met veel plezier, ja. En waarom is het dan toch zo belangrijk dat lezen gepromoot wordt? Nou ja, lezen is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè, want door lezen gaat de wereld ook voor je open. En krijg je ook inlevingsvermogen in bepaalde situaties door het lezen van verhalen. Je krijgt tekstbegrip, je weet wat je leest. Hè, je algemene ontwikkeling wordt groter. Dus lezen is gewoon heel belangrijk. En merken jullie ook dat lezen dat het op hetzelfde niveau blijft? Of dat er misschien wat meer achterstand komt? Nou, we hebben nog niet gemerkt dat er hier op school een achterstand is. Nee, onze kinderen zitten doorgaans gewoon goed op leesniveau.